netwerkevent van Cultuur Noordrand is altijd wel een interessant moment om collega's te zien, om te babbelen, ervaringen te wisselen. En het is een tijdje geleden. Ik ben Sabine Kaluwaert, werk voor de gemeente Opwijk in gemeenschapscentrum Hof ten Emelrijk als deskundige cultuur. De meerwaarde van bovenlokaal samenwerken is dat je projecten kan realiseren die je anders als kleine gemeente eigenlijk moeilijk kan doen. En door samen te werken met andere gemeenten kan je bijvoorbeeld een groot project zoals Piano Days toegankelijker maken voor een breed publiek. Op die manier voor de gemeente en voor het cultuurcentrum eigenlijk ook aan publieksverbreding werken. En op die manier maak je cultuur gewoon ook laagdrempeliger en kan je meer bereiken dan dat je het alleen zou doen. Ik ben Freek Rombouts, ik ben afdelingshoofd Vrije Tijd en Onderwijs voor de gemeente Zaventem. Bij ons in de gemeente Zaventem, we hebben een groot cultuurcentrum, een mooie bibliotheek. En er is al een traditie, een lange traditie van samen te werken met andere bibliotheken bijvoorbeeld. En er zijn concrete projecten, bijvoorbeeld in het cultuurcentrum is er een project rond schoolvoorstellingen, waar echt intensief wordt samengewerkt en waar nu zelfs een nieuw project voor is ingediend om die samenwerking zelfs nog op een hoger plan te krijgen. Dus daar merk je echt wel de concrete samenwerking op het terrein. En nu naar de toekomst toe, hier op de Trefdag is er ook uitgebreid gesproken al over een regionale uitpas. Dus dat is misschien een mogelijkheid om in de toekomst weer verder rond te gaan samenwerken. Dus er zijn mogelijkheden genoeg, er zijn uitdagingen genoeg om dat te doen. Ik ben Els Opdebeek, bibliothecaris in Capelle op den Bosch. Ik ben vandaag op de Trefdag van Cultuur Noordrand, vooral omdat ik het een fijn netwerkmoment vind. Het is altijd wel fijn om collega's terug te zien, in dit geval ook de collega's van de cultuurdiensten, van de vrije tijdsdiensten. En toch ook om een beetje inhoudelijk een aantal zaken verder toegelicht te krijgen. Wat ik vandaag meeneem is toch wel een beetje meer inhoud over bepaalde dossiers die ik wel intern al had gehoord, maar waar ik vandaag veel meer inhoud over gekregen heb. Ik heb het dan over het uitpasverhaal, waar we vandaag toch een betere toelichting of een grondigere toelichting over gekregen hebben. Ook de collega's in Assen staan daar al verder mee, maar zij hebben hun ervaringen gedeeld, waardoor je toch even kan gaan nadenken wat dat voor ons kan betekenen. Ik zou zeker andere gemeenten aanraden om in zo'n samenwerkingsverband te stappen. Dat kan verschillende vormen aannemen, maar ik vind de vorm van een IGS wel interessant, omdat dat toch wel een structuur is waar dat stevig op kan gebouwd worden, ook financieel onderbouwd is, waar ook medewerkers kunnen opgezet worden. En dat geeft meteen een grote meerwaarde voor de lokale spelers, omdat ze zien op die manier zijn er echt wel zaken te verzetten.